Op de ringweg in Best is een motoragent op hoge snelheid op een auto gebotst. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond 1 uur bij de toegangsweg naar de A58. De motoragent was op weg naar een incident en had zijn sirene en zwaailichten aan. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Het kruispunt op de ringweg lag bezaaid met onderdelen van de auto en motor en is enige tijd deels afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.